Nou, deze is gelukkig vrij makkelijk. Mijn naam is Gert-Jan Veldhuis, ik ben 25 jaar, geboren op 26 januari. Ik woon in Wageningen momenteel. Ik studeer nog commercieel economie in Amsterdam. Ik zit in mijn laatste jaar. En verder heb ik schoenmaat 44, bijt ik nagels en ben ik ontzettend ijdel als het gaat over mijn kapsel. Ja, dat is een vraag die ik vaak krijg. Terwijl het eigenlijk niet eens zo'n heel erg bijzonder verhaal is. Voor mij was ik een jaartje of 12, misschien 13, dat ik samen met mijn pa televisie aan het kijken was en dan wel een snoekerwedstrijd zag. Volgens mij van Ronnie O'Sullivan. En ik zei tegen mijn pa van, hé, dat ziet er wel leuk uit, zullen we dat een keer gaan doen? Nou, dat vond hij wel een goed idee, dus zijn we hier in de buurt naar een biljartlokaal gegaan. En hebben we wat snoeken gespeeld. En na een uurtje, toen we klaar waren, toen zagen we, of mijn vader in ieder geval, ook nog een normale biljarttafel staan. Toen vroeg hij mij, zullen we dat even doen? En ik dacht van ja, ik weet niet, het zag er niet zo heel erg bijzonder uit. Maar ik denk, laat ik die ouwe een plezier doen. We kunnen wel even 15 of 20 minuten een potje gaan biljarten. En vanaf dat moment was ik eigenlijk totaal verkocht. Want mijn vader, die op dat moment nog niet zo heel erg goed speelde, wist wel bepaalde stoombeelden bijna te raken. En dat vond ik al magisch, dat hij het voor elkaar kreeg om van een best wel grote positie toch nog ja, iets uit de hoge hoed te toveren. En toen zijn we dan 15, 20 minuutjes gaan doen, zijn we weer naar huis gegaan en een week later zijn we weer naar het biljartlokaal gegaan. En toen wilde ik eigenlijk helemaal niet meer snoekeren. Toen zijn we gewoon gelijk karambolbiljart gaan spelen. En vanaf dat moment wilde ik ook competitie gaan spelen. Dus ben ik naar Amersfoort gegaan waar een jeugdvereniging was. En ben ik jeugdcompetitie gaan doen. Nou, dat heeft een paar jaar geduurd totdat ik in Ede, hier in de buurt, mijn eigen, samen met mijn pa, een jeugdclubje opstartte waar ook een jeugdteam in zat. En ja, vanaf dat moment ben ik steeds meer progressie gaan boeken. En ben ik waar ik nu ben in de Eredivisie. Dus dat is een beetje hoe het is begonnen. Ja, geen biljartje is eigenlijk een verhaal op zich. Toen, ik denk ongeveer een jaartje geleden, misschien iets langer, ben ik video's gaan maken. Game video's. Samen met een maatje van mij. Omdat het mij wel een leuk idee leek om op YouTube bezig te zijn. Maar na een paar maanden had ik al snel door dat hier niet mijn passie lag bij gamen. Ik vind gamen ontzettend leuk, maar niet om video's over te maken en dat soort dingen. Dus ben ik het meer naar mijn eigen passie gaan doen, het biljarten. En het is niet zo dat ik dit kanaal heb opgezet omdat ik het leuk, of puur alleen maar doe omdat ik het leuk vind om video's te maken. Ik probeer er ook iets mee te bereiken. Niet per se voor mezelf, maar juist voor de sport. Want ik merk dat het gewoon niet zo heel erg lekker gaat met de biljartsport. En dan wil ik het driebanden wel een beetje uitsluiten. Want dat begint in Azië heel erg op te komen en worden ook wereldbekers, kampioenschappen mee gespeeld. Dus wil ik mijn focus vooral op de klassieke spelsoorten houden. En dat gaat gewoon niet zo lekker. Er is steeds, ook steeds minder jeugd. Het ledenaantal daalt gewoon. En ik denk dat tussen nu en 15 jaar er gewoon bijna gewoon geen aandacht meer is voor dit spelletje. Dat vind ik jammer. En ik heb nog wel een uitgesproken mening als het gaat om vertellen van hoe het beter zou moeten. Ik heb niet alle antwoorden. Ik ga ook niet zeggen dat ik alle antwoorden heb. Maar ik heb wel ideeën. En die ideeën wil ik uiteindelijk hopelijk tot uitvoering brengen door middel van GJ-biljarts om een publiek op te bouwen zodat ik mijn verhaal ook kwijt kan en het biljart interessant kan maken. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik met GJ-biljarts wil. Niet per se om mensen tips te geven hoe ze beter kunnen biljarten, dat ga ik ook doen. Maar ook om mensen in te laten zien die niet biljarten of soms biljarten van hoe ontzettend vet dit spelletje wel niet is. En hoe we het nog veel leuker kunnen maken, zodat het ook weer interessant wordt in deze huidige tijd. Want dat is het nu gewoon niet.
ja, een beetje toevoeging op mijn vorige vraag. Van dat ik een soort van verandering wil waarnemen op mijn kanaal. Maar waarmee ga ik dat dan doen? Je ziet dat wanneer ik video's maak over tips en makkelijke methodes, dat ik veel weergave krijg. Mensen vinden dat leuk om te zien. Dus dat blijf ik ook zeker doen. Maar ik krijg ook veel vragen van, hey Gert-Jan, hoe kan je nou het best een bal wegstoten? Of hoe kun je het best amorti spelen? Moet je juist veel effect geven? Moet je weinig effect geven? Hoe is je afstoot? Wat is je techniek? Hoe sta je aan tafel? Het zijn allemaal vragen, hele technische vragen. Die ik wel kan gaan behandelen, maar niet echt de nadruk is van mijn YouTube kanaal. Het is meer om te laten zien van kijk hoe vet het spelletje is. En dat zal ik ook gaan doen in de toekomst. Ook met vlogs, ik speel kadercompetitie, waar ik ook video's van wil maken. Van kijk hoe leuk dit is. Kijk hoe leuk het is om met vrienden op pad te gaan en lekker te bouillarden. Het is... Dat is wat ik eigenlijk wil laten zien aan de wereld. Kijk hoe leuk het is en hoe kunnen we het nog veel leuker maken. Zodat de jeugd ook uiteindelijk... Ja, weer gaat bouilletten, want dat is wel de bedoeling. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens kan zijn dat een sport grotendeels moet bestaan ook uit jeugd. Hoe het spelletje nu is, is het gewoon onmogelijk om dat te realiseren. Dus ja, daar zit wel een uitdaging voor mij en ik hoop dat ik daar iets mee kan doen. Of dat ik door middel van mijn YouTube-kanaal daar iets mee kan veranderen. Dus dat is een beetje wat jullie kunnen gaan verwachten. Ook heel veel andere video's, gewoon van serietjes of Play of the Day waar ik net mee begonnen ben. Dat blijft ook allemaal makkelijke methodes voor. Maar ook, hoe gaan we dit spelletje weer leuk maken? Hoe gaan we dit spelletje groot maken? Zodat we over 20, 30, 40 jaar nog van deze sport kunnen genieten. Nou, zoals jullie weten ben ik een klassieke speler. Ik vind drie ballen wel leuk. Maar ik vind het compacte spel en de controle die je hebt, of die kunt uitvoeren op de bouillardtafel, vind ik het mooiste wat er is. Dus ik vind de klassieke spelsoort in het algemeen het leukst. En momenteel vind ik Libre het leukst om te spelen. Waarom? Omdat ik... Nou, hoe hoger je komt in het Libre, hoe meer je mentaal sterk moet zijn om een partij te winnen. Want je komt tegen tegenstanders die gewoon niet meer gaan missen. Dus er is eigenlijk maar één manier om te winnen en dat is zelf gewoon gelijk uitgaan. En dat speelt een grote mentale rol. Want je weet dat je uit moet, je weet dat je niet mag missen. Daar komt spanning bij, daar komt stress bij. Dat is een sport op zich. En daarom vind ik Libre heel mooi, want er wordt wel eens gezegd, het is een loterij. Ik geloof daar niet in. Ik geloof echt degene die mentaal sterk is, die uiteindelijk ook hoog in toernooien komt. Winnen is een ander verhaal, je kunt in een finale gewoon één beurt verliezen. Maar je ziet gewoon altijd bij toernooien, ook met Libre, van dat de echt goede Libre-spelers, consistente Libre-spelers, toch altijd een medaille weten te pakken. Dus... En kader vind ik ook geweldig, maar momenteel vind ik Libre, ik vind dat een magnifiek spelletje. Moeilijke vraag. Ik heb veel toernooien gespeeld. Ook wel redelijk gewonnen. Ik heb twee Europese titels in de jeugd. En zes of zeven Nederlandse titels, ik weet niet precies. Maar ik denk, hetgene waar ik het meest trots op ben is in 2015 was dat volgens mij. Toen ik het Nederlands kampioenschap 47-2 voor de ereklasse speelde in Haarlo. Waar ik eigenlijk niet eens een heel erg goed toernooi speelde. Ik speelde 28 moyenne over het toernooi. En ja, ereklasse grens is 40. Dus ja, was niet echt zo'n een heel erg best toernooi voor mij. Maar ik wist toch te pieken op de momenten dat het moest. En daardoor kwam ik in de finale tegen Ruimte Zwerts. Ik wist die finale partij in één beurt uit te spelen. En ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Dat ik toch niet zo'n heel erg lekker toernooi speelde. Maar toch op dat moment het voor elkaar kreeg om mijn concentratie te behouden. En gewoon één van mijn beste wedstrijden ooit te spelen.
Dus ik pakte daar ook mijn eerste eerklasse titel mee. En ik denk dat dat mijn meest trotse moment is. Ja.